Hallo allemaal, we zijn in het COC in Rotterdam voor de kick-off party van de Eurogames 2011. Het is tegelijkertijd ook een nieuwjaarsborrel, dus iedereen zit aan de champagne. Proost. Als ik een beetje om me heen kijk, het is een drukte van je welste, oliebollenhapjes, champagne en een hele hoop mensen die een beetje in spanning afwachten over wat er dadelijk gepresenteerd zou gaan worden. Klamers, de wethouder, die gaat het bedrag bekendmaken of er een subsidie komt, ja of nee, en hoeveel dat dan wel niet is. Want zonder een subsidie valt er weinig te sporten, ben ik bang. En uiteindelijk hebben we dus afgelopen week als college besloten om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen als stadsbestuur om het te organiseren. Hij is ook nog rap van tong, dus dat is een functie, kon dat heel goed uit. Maar 1,1 miljoen subsidie, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Ik ben er erg blij mee en een mooi begin. Nou, wat ik er zelf echt heel erg leuk aan vind, is dat in 2011 zomaar straks een week lang het hele centrum van Rotterdam homo en lesbisch, transgender, biseksueel en dat dan een keer een minderheid hetero is, dat vind ik echt een geweldige ervaring. Dat vind ik als persoon wel heel prettig. Ze kunnen dan wel zeggen, al die sportmensen, zwemmen is toch de grootste club. Ja, natuurlijk. Nee, dat gaan we gewoon even organiseren. Ja. Dordrecht, nieuw zwembad, kat en bakkie, dat gaan we lekker doen. Ga je zelf nog een actieve rol spelen met tijdens de games? Ik ben op die bijeenkomst in Den Haag enorm uitgedaagd om te zijner tijd mee te doen aan het zwemmen. Ik weet niet of dat sportieve redenen had of andere redenen. Ik kom sowieso kijken en volgens mij moet ik nog wel een jaartje trainen om zo in conditie te zijn om ook deuk in een pakje boter te slaan volgend jaar. Die Eurogames komen en we hebben het geld ervoor uitgetrokken. Eurogames 2011.